Ik vind freerun, dat is echt een sport, je kunt daar volledig in uiten. Dat is super tof, je kunt daar al je creativiteit in kwijt. Maar sommige kinderen zien dat gewoon als spelen op een speeltuin en dan krijg je zo'n situaties als deze. Waar je eigenlijk helemaal geen lijns kunt maken zonder 15 kinderen aan de kant te moeten vragen. Stampen. Ja, stampen. Voor mij is dat echt een topsport, hè, man. Voor mij is parkour, ja, natuurlijk een sport die ik doe. Ja, ik doe echt puur parkour eigenlijk. En dat focust dan vooral op grotere sprongen of op zo snel mogelijk van punt A naar punt B gaan, zoals ze zeggen. Maar je kan ook meer freerunnen. Dat is dan dat je binnen dezelfde plek vaak wel meer blijft. Ja, vaak ook moet je creatiever zijn, want je doet ook heel veel salto's en kleinere, coolere bewegingen. Dus je focust echt op hoe het eruit ziet, terwijl je bij parkour vaak gewoon probeert grotere dingen te doen of sneller te gaan ook vaak. En ik doe dan veel meer echt parkour, want ik doe geen salto's eigenlijk. Ja, dus parkour geeft me ook wel echt een gevoel van vrijheid. En dat kan oftewel zijn doordat ik, ja, gewoon met vrienden op stap ben door de stad gewoon fiets op zoek naar dingen om te doen. En ook gewoon tijdens het parcours doen zelf, tijdens het bewegen. Omdat je dan eigenlijk echt gewoon alleen aan het denken bent aan de bewegingen die je op dat moment doet. En aan niks anders eigenlijk. En ja, je kan gewoon vrij bewegen door de spots en zelf je eigen weg daardoor doen. Ja. Ook veel meer dan dat, vind ik, omdat ik door het parcours keiveel mensen leer kennen. Als je niet bezig bent met sport zelf, dus niet aan het trainen bent, kan je ook gewoon nadenken over wat je later nog wilt doen, challenges die je nog niet hebt gedaan.